Hella van Laar is mama van uh, twee kindjes. En Hella, jullie zijn met vier mama's beginnen bloggen over uh, ja, hoe jullie jullie kinderen kunnen stimuleren om gezonder te eten. Hè? Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ja, het, uh, het plan was eigenlijk helemaal in het begin van um, het initiële plan van een soort van kookboek uh, samen te stellen, waar we al onze gerechtjes die in snel klaar, en uh, uiteraard gezond hmm. En dat de kindjes het ook lekker vinden. Um, van die allemaal te groeperen in een kookboek. En van dan ook bij andere mama's een beetje te gaan rondhoren. Van, hey, wat zijn jullie favoriete receptjes? Dat de kinderen zeggen van, ja, dat mag je klaarmaken. <laughs> hey, wat er ook gezond is en snel klaar. Omdat we zijn allemaal mama's die en werken en ook nog hobby's. Hey, en rondrijden voor de kids. En ja, die s'avonds ook thuiskomen en vaststellen van... Ja, we hebben ook geen uur om in die keuken te gaan staan. Maar we willen toch wel gezond koken. En, hè, want dat is dan het punt, de kindjes moeten het ook wel lekker vinden. Ja, en gezond, dat heeft meestal te maken met groenten, veel groenten. Onlangs ja. las ik nog in de pers dat Vlamingen gewoon te weinig groenten eten. Dus kinderen waarschijnlijk ook, hè? Ja, ja. ja. Hoewel, bij de kinderen valt het relatief gezien, in vergelijking met de volwassenen, dan nog wel mee. Serieus? Uh, dus het is ook wel aan de ouders, hè, want de ouders kunnen daar nog uh, heel veel uh, in betekenen. Van ook als ouders, zeker het goede voorbeeld te geven. Um, en die groenten moeten gewoon, hè, we moeten veel meer groenten gaan eten. Ja, ik zit thuis met een vijfjarige, dat is nogal vrij beperkt. Tomaat, komkommer en wortelen. Ja. En liefst dan nog rauw. Hoe kook je, ja, voor applaus eigenlijk bij je kind, uh, met veel groenten? Ja. Ondanks het feit dat ze zomaar een beperkt gamma lusten. Ja, um, wat er heel belangrijk is, is dat je altijd heel geduldig uh, blijft en ook niet te veel stress rond die groenten en niet te veel stress aan tafel en praten over leuke dingen. Um, en dan heb je ook een heel, veel, heel veel trucjes uh, om toch groenten te introduceren um, in, in verschillende gerechtjes. Noem er eens een paar. Ja, dus zoals ik al zei, um, worden we allemaal geboren wel met mijn voorkeur voor uh, zoet, hè, een zoete smaak. Mm -hmm. En ik kan het ook al wel helpen hè, voor zo eerder de bittere groenten, gelijk spruitjes, gelijk. Um, Bitloof. Ja, bijvoorbeeld inderdaad van die in combinatie met wat zoetere groentjes um, hè, te, te mengen. Of door ook groenten op verschillende manieren eens dus een keertje aan te bieden. Je kan witloof uh, salade met appeltjes. Uh, je kan witloof karamelliseren, zodat het een eerdere zoete smaak krijgt. Uh, je, kan, uh, witloof, je kan er een soep van maken. Uh, je kan... Die blijft ook wel bitter. Die hebben wij namelijk in de diepvries zitten. Ja. En dat is ja. geen succes. Ja. Ja. <laughs> uh, maar nu geef ik inderdaad wel een voorbeeld. Uh, witloof is iets wat uh, uh, heel veel kindjes toch wel als een moeilijke groentesoort uh, 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 wordt aanzien. Um, maar we zien ook heel vaak dat kinderen toch wel een voorkeur voor vlees uh, of de vleesmaak uh, nee. hebben. En dan helpt het vaak ook wel van iets van vlees te verwerken uh, onder een, uh, een gerechtje. Dus ik denk dan bijvoorbeeld spruitjes combineren met bacon eh, of spekreepjes. Ja. Dat is altijd succes. Ja, Ja, dat is inderdaad een voorbeeld. Ja. Of wat dat ook een klassieker is bij ons: dat is een, een bloemkool, broccoli, courgette ovenschotel. Dus dan heb je eigenlijk al drie soorten groenten binnen. En daar maak je dan een kaassaus bij. En die kaassaus kan je ook nog eens dik maken door bijvoorbeeld extra bloemkool eronder te doen. En dan hamreepjes eronder. En verplicht proeven? Verplicht proeven. Ja? Um, en daarvoor gebruiken we ook vaak een groenteproefkaart. Um, dus dat is iets wat dat klasse x aantal jaar geleden op de markt heeft gebracht. Uh, een heel leuke manier om kindjes zonder druk uh, groenten te leren. En wat is dat dan? Een kaartje waarop ze ja, aanvullen. Dus dat is een hele leuke kaart. Uh, die kan je terugvinden ook op de, uh, mijn verwijzing naar op onze blog. Uh, dat kindjes de eerste keer, dat ze bijvoorbeeld. Uh, spruitjes leren eten, dat ze de eerste keer dat ze dat eten, dat ze één klein koffielepeltje spruitje proeven. Ja, en dan is de druk ook weg van mama en papa. Hè, en die mama die dat dan zegt van, en zou je niet nog eens een tweede hapje proeven? Nee. Hè, duimen omhoog, applaus. Hè, ze hebben dat heel goed gedaan. Dan twee weken nadien, pak dat je dan nog eens een keertje spruitjes eet, dan is het ook weer één uh, koffielepeltje. Mm -hmm. En dan de derde keer nog eens dezelfde hoeveelheid. De vierde keer gaan we naar een iets grotere hoeveelheid. Vijf, zes, dezelfde grotere hoeveelheid. En dan zeven, acht en negende keer dat je die spruitjes aanbiedt, dan is het een normale portie. En dan na de tiende keer mag het kind zeggen van, ik vind het lekker... Of ik vind het niet lekker. Dat kan, dat mag. Ja, ja. dat mag. Dus uh -huh. ze hebben ook het recht om te zeggen: van eigenlijk vind ik het na die tien keer proeven nog altijd niet lekker. Na het werk naar huis hollen om dan nog uh, gezond uh, eten te maken voor je kind. Hoe kan je dat het beste doen, Hella Van Laar? Help mij. Well, er is een weekplanner aan je. Ja, 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 om... ja. Heel belangrijk inderdaad, hè, die, uh, die weekplanner. Hè, want er zijn nog zoveel mensen die in de supermarkt staan: van oh, wat gaan we nu? Dus avond weer eten. Als je een keer in het weekend de tijd neemt, dat hoeft echt niet lang te zijn. Van eens een keer na te denken: van wat gaan we maandag eten, wat gaan we dinsdag eten? We Ik weet het heel... meestal niet, Hella waar ik woensdag zin in heb, als ik het zaterdag is. Nee, maar dan kan je inderdaad de onderling <laughs> in, in, in de week inderdaad wel, 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 wel wisselen. Uh, maar het helpt echt wel dat je hey, elke dag geen tijd verliest aan oh, wat gaan we nu weer eten. Dat je gewoon heel duidelijk van, oké, okay, hey, maandag is dit, dinsdag is dat. Je hebt de aankopen ook dat je hey, groepeert in één keer. Je moet niet elke dag niet meer nog vijf minuutjes hey, de supermarkt mm. rap, even binnenspringen. Um, en kinderen weten ook wel hey, op voorhand van Ah ja, vandaag gaan we dit eten, morgen dat. Uh, mm -hmm. Ook wel heel duidelijk. Um, mm -hmm. ja, dan. En gemakkelijke gerechten maken, want dat is ook altijd een probleem. Zo van die ingewikkelde kookboeken. <laughs> ja, ja, dus dat was het, uh, het, het idee waar we vanuit gingen: van, uh, we hebben allemaal het bijzonder druk in de loop van de dag. En als je dan nog. Uh, Ingrediënten, een hele race van ingrediënten en stappenplannen moet overlopen. Dat kan er gewoon niet meer bij. S'avonds, dat ook nog eens in je hoofd. Uh, Ik vind dat ook niet tof. Kinderen <laughs> zijn ondertussen moe, die zijn aan het zeuren. Je moet die begeleiden in huis. Uh, dus je moet gewoon gerechten hebben die snel klaar zijn. Uh, en die lekker en mm. gezond zijn. En die uh, staan op de blog. Ja. En die hebben we inderdaad allemaal gegroepeerd. En het is een beetje de bedoeling dat we een soort van community gaan uh, creëren. Dat mensen ook, en dat gebeurt al. Dat is heel fijn dat mensen zeggen van: oh, dit gerechtje, dat mis ik nog. En uh, ik heb ja. inderdaad gerechtjes toegestuurd. Um, en hoe meer gerechten er op de blog staan, hoe meer dat je effectief in de planning kan stoppen. Um, wordt daar een, een leuke behoort. boel op die planning alleszins. Nu, uh, in elk geval. Uh, Kinderen, we hebben het daarnet ook gehoord in de reportage, ja, die houden af en toe toch wel van fastfood. Die zijn geneigd om fastfood te consumeren. Um Niks op tegen tegen pizza en hamburgers en zo, maar ja, misschien maak je ze beter zelf? Of hoe, of hoe, hoe bied je dan een gezonde variatie aan ja. van dat fastfood? Ja. Ik denk dat het heel uh, belangrijk ook daar is voor als ouder het goede voorbeeld te geven. Ja, als je als ouder natuurlijk elke week zelf uh, bij de McDonald's uh, stopt, dan geef je al uh, de foute boodschap. Uh, dus... Hoe ga je daar als ouder mee om? Dat is, hè, wees eens eerlijk ten opzichte van jezelf. Uh, en uiteraard, uh, wij eten ook uh, pizza, maar wij maken die pizza zelf. En in die uh, saus zitten dan vijf of zes verschillende groentjes uh, in. Dus dat is de basissaus die we gebruiken. Mm -hmm. En dan kunnen kindjes nadien er zelf nog uh, van alle groentjes die dat ze zelf verkiezen uh, bovenop leggen. Ja. Uh, hamburgers zal ook wel inderdaad eens een keertje gebeuren, maar dat is, uh, ja, dat is eerder sporadisch eens een keertje. Uh, maar ook weer gecombineerd met groentjes. Ja. Wat, wat, wat ik een hele moeilijke oefening vind thuis is uh, snoep. Hè? Het niet aanbieden zorgt natuurlijk dat als ze dan wel ergens een kans zien om snoep te eten, dat die daarop vliegen. Ja. Hè? Um, het wel aanbieden is natuurlijk niet gezond. Nee. Nee, wat doe je dan? Um, dus je moet het inderdaad uh, niet verbieden. Hè, want op verjaardagsfeestjes, uh, ze krijgen het toch allemaal ook mee. Um, dus heb het toch in huis. Maar het is heel belangrijk dat je daarnaast ook verschillende andere zaken aanbiedt, die ook lekker zijn. Um, Leerkinderen noten eten en dan liefst he, de ongebrande natuurnoten. Um, een stukje gedroogd fruit kan best eens een keer. Fruit, maar presenteert dat inderdaad. Doe net iets meer moeite. Presenteert dat op een leuke manier. Uh, groentjes, he, rauwkost kan ook lekker zijn, maar he, doe net dat tikkeltje meer moeite voor het in het begin, zeker is een keer op een andere manier uh, te presenteren. Um, en leer kinderen inderdaad ook dat er andere dingen zijn die ook lekker... Um, ja. Ja, ja. Zei, maar vind jij als voedingsdeskundige snoepen. dat je elke dag mag snoepen? Goh, liefst, uh, liefst natuurlijk zo weinig mogelijk. Mm. En het ideale zou zijn dat de kinderen uh, er zelf... Uh, dat, dat het vanuit hun eigen komt en dat ze zelf minder die behoefte hebben... Om er snoep te vragen. Maar ze groeien ze... er letterlijk uit, heb ik geleerd vanochtend. Hè. Als ze groeien, wordt de tong groter en wordt de zoet... De, de, ja, hè? maar uh, we hebben ook allemaal... Uh, ja, suiker prikkelt helaas het beloningscentrum uh, in onze hersenen. En, en één kind is er ook al gevoeliger voor. Mm Hij -hmm. is verslavingsgevoeliger dan een ander kind. Uh, dus dat kan je op voorhand uh, ja, ook niet altijd weten. Van in hoeverre jouw kind toch die zoete voorkeur blijft... Uh, hebben. Ja. Ja. Aan de slag zou ik zeggen, Kimberly Koos die laat nog weten van uh, is er een boek uit, want mijn man vindt dat ik te eenzijdig aan het koken ben. Wel, Kimberly, kijk eens op www.gezondedrukte.be uh, Echt receptjes genoeg om lekker te koken voor man en kind. En Hella, bedankt. De madame. Radio 2.